Het districtscommissariaat van Saramacca voert momenteel een prijscontrole- en bewakingsproject uit. Op die manier wil het commissariaat de consumenten bewust maken van de juiste prijzen van basisgoederen. Districtscommissaris Sherin Bansi Durga laat weten dat dit project eerst als proef is gedraaid in het district. Bestuursambtenaren zullen wekelijks de prijzen in de winkels controleren, waarna deze gepubliceerd zullen worden op de website van het commissariaat. Onze prijzencontroleproject houdt in dat op het resortniveau alle winkeliers wekelijks met inzet van bestuursambtenaren wekelijks de prijzen opgenomen zullen worden, gecontroleerd zullen worden van de basisgoederen. Er is een lijst vanuit EZ. Vanuit EZ. De basisgoederen zullen gecontroleerd worden en die zullen dan gepubliceerd worden op onze burgerinformatiepagina, waar de consument dan met zijn of haar mobiel via internet de prijzen dan kan vergelijken, waar de consument zo goed mogelijk inkopen kan halen. En dit hebben we gedaan voor een stukje transparantie binnen het geheel, maar ook ter ondersteuning van het beleid van de regering en in deze ook van EZ. De DC wijst erop dat de samenleving vaak klaagt dat de prijzen in de winkels te hoog zijn. Dat zorgt voor spanningen tussen de winkeliers en de consumenten. Dit prijscontroleproject moet dergelijke situaties voorkomen. En heel vaak zie je ook dat de winkelier zo uitgescholden wordt voor prijzen. Dus als we deze prijzen publiceren wekelijks, houdt dat in dat de consument dan daar een voor zichzelf kan bepalen waar hij of zij inkopen kan halen. Tot zover districtscommissaris Sherin Bansi Durga van Saramacca. We spraken haar gisteren bij de start van de rehabilitatie van de Uitkijkpolder.